Dames en heren, ik heb de vergadering heropend. We gaan over tot de stemmingen. Mevrouw Antolini is afwezig en de heer Beuzenberg senior is ziek naar huis gegaan. En dat wil zeggen dat wij 37 raadsleden aanwezig hebben in verband met de stemmingen. En als eerste wil ik graag in stemming brengen het voorstel onder 5.1a. Het gaat om de perspectief grondzaken standlijn 1 januari 2023. En ik ga niet alle besluiten voorlezen. Ik ga vragen of iemand van u hierover stemverklaring wil afleggen. Dat is niet aan de orde. Wenst iemand tegen te stemmen? Nee, dan is dat aangenomen. Dan gaan we naar B en daar vindt u het raadsvoorstel met de jaarstukken 2022. Wie wil hier een stemverklaring over afleggen? Niemand. Wie is voor dit voorstel? Dit voorstel is met unanieme stemmen aangenomen. Dan gaan we naar 5.1c. Dat is de vaststelling van het bestemmingsplan Hoofddorp Stadcentrum 2. Daar zie ik dat mevrouw Koolmoes een stemverklaring wil afleggen. Gaat u gang. Ja, en voor de vorm heet ik even mevrouw Klaassen, want mijn pasje doet het helaas niet, voorzitter. De vrijheid die het college nam om op gebouw SEM te kunnen ontwikkelen, er kon een bouwlaag bij en er kon worden volstaan met minder parkeerplaatsen. Voor HAP is dat de menselijke maat nemen die we zo belangrijk vinden. Het college mag die vrijheid gebruiken om de inpas op de Kruisweg 1003 ook te kunnen doorbreken. Dank u wel. Dank u wel. Nog anderen die een stemverklaring willen afleggen? De heer Vermeulen. Wij gaan voorstemmen voor zitten met dien verstande dat we ons wel erg zorgen maken over de enorme stapeling die we hebben van allerhande regelgeving en hoe ver we aan de knoppen gaan draaien met onze beeldkwaliteitsplannen, waardoor we eigenlijk vrezen dat we wel iets aannemen, maar niet tot uitvoering gaan komen, maar desalniettemin hebben we voor. Wel, de heer De Ruiter. Ja, voorzitter. Eigenlijk precies om dezelfde redenen die meneer Vermeulen net noemt, wil de fractie van BVNL hier toch tegenstemmen. Dank u wel. Kijk ik of er nog andere stemverklaringen zijn. Dan ga ik u vragen wie tegen dit voorstel is. Tegen dit voorstel is de fractie van BVNL en daarmee is het aangenomen. Dan stel ik voor 5.1d, raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Hoofddorp Centrum 3, in stemming te brengen. Wie wil daar een verklaring over afleggen? De heer De Ruiter. Ja, gezegd hebbende wat ik net over het andere plan zei, wil ik graag benadrukken dat de fractie van BVNL wel voor dit plan stemt. Omdat wij natuurlijk ook de grote behoefte aan woningen en de noodzaak tot woningbouw zien. Dus wij stemmen voor. Dank u wel, meneer Vermeulen. Ik zie mijn opmerking bij het vorige punt als ingelast in deze. Dank u wel. Zijn er nog meer stemverklaringen? Dan ga ik dit voorstel in stemming brengen. Wie is tegen dit voorstel? Het voorstel is met unanieme stemmen aangenomen. Onder 5.e vindt u de onttrekking aan de openbaarheid van het Aprisco-terrein gelegen tussen de Kruisweg en de Prins Hendriklaan in Hoofddorp. Iemand hier een stemverklaring? Wenst iemand tegen te stemmen? Nee, is het aangenomen. Onder F vindt u een ontwerp van een nieuwe gemeenschappelijke regeling beschermd wonen Zuid-Kennemerland, Eimond en Haarlemmermeer. Iemand hier een stemverklaring over wil afleggen? Wenst iemand tegen dit voorstel te stemmen? Nee, dan is het aangenomen. Dan leg ik u voor onder G het opheffen van de geheimhouding op de bijlagebrief COA bij het raadsvoorstel verwerving gebiedsontwikkeling stationsgebied Hoofddorp en de tijdelijke exploitatie Planeetlaan 2 te Hoofddorp en de geheimhouding op de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie Forza over het in gebruik nemen van het voormalig Crown Plaza Hotel. Wilt u hier een stemverklaring over afleggen? Nee. Wenst iemand tegen dit voorstel te stemmen? Niet aan de orde, is het aangenomen. Het algemene stemmen. Dan zit ik bij, ga ik u voorstellen te stemmen over H. Dit is toegevoegd bij het vaststellen van de agenda, begin van deze avond. Het betreft de aanschaf en de verlenging
van het tijdelijke onderwijshuisvesting voor nieuwkomers. Ik zie dat mevrouw Denis wil een stemverklaring afleggen. Gaat u? Ja, dank u wel. Uiteraard stemt de Partij van de Arbeid voor, maar wel willen wij hierbij een dringende oproep doen aan het college om de buurt wel te betrekken bij het proces en zo snel mogelijk een participatietraject op te starten. Dank u wel. Dank u wel. En ik realiseer me dat ik hiermee ontdek dat mevrouw Hoesijn ook afwezig is. En die heb ik niet bij de afwezigen genoemd. Dus dat ga ik nu alsnog doen. En dat betekent dat wij niet, dat wij 36 raadsleden zijn. Dat is nog niet van toepassing geweest. Maar dank voor uw stemverklaring. Nog anderen die een stemverklaring willen afleggen. Wenst iemand tegen dit voorstel te stemmen? Dat is niet aan de orde. Dan is het aangenomen. Dan weet ik dat er twee sprekers zijn die wat willen zeggen over de agenda's van het Raadsplein. Het betreft 22 juni. Ik begin met mevrouw Elvers. U heeft twee opmerkingen. Ten eerste één als voorzitter van de sessie die u zojuist achter de rug heeft. Ja, voorzitter, dat is helemaal waar. Dank u wel. Als voorzitter van de sessie mobiliteit, investeringsagenda mobiliteit en mobiliteitsmonitor Haarlemmermeer wordt de raad voorgesteld door de woordvoerders om het stuk van de stemmingenlijst van 22 juni af te halen en te verplaatsen naar 29 juni. Dus bij deze het voorstel aan de raad. Zal ik dan nu mijn fractielidpet opzetten en ik ga het eerste, dat is prima. Ja. Hè? Het tweede, die vraag die u gaat stellen, daar zal ik u van vertellen dat het niet kan. Wilt u hem dan toch voorstellen of zegt u daarmee is het vervallen? Nee, daarmee is het vervallen, voorzitter. Het staat namelijk in de oplegger dat het per se gestemd moet worden op 22. Helder, dank u wel. Dank u, dat scheelt weer. En iedereen is nu nieuwsgierig waar dit over ging. Maar dat is allemaal voor bij de borrel. We gaan naar de heer Achterberg, want u had op 22 juni... Oh. Er waren twee zaken. De voorzitter van de sessie heeft zojuist verteld dat... ja? Als voorzitter van de sessie stel ik de raad voor op het verzoek van de woordvoerders om het stuk investeringsagenda mobiliteit en mobiliteitsmonitor Haarlemmermeer van de stemmingenlijst van 22 juni af te halen en te verplaatsen naar 29 juni. En daarna waren letterlijk mijn woorden, zal ik dan nu mijn fractielidpet opzetten en toen nam de voorzitter het over. En mevrouw Elvers had gevraagd of ze een ander, wilde ze graag voorstellen, een ander onderwerp te verschuiven, mits dat kon. En wij hebben net gezien dat op de opleggen van grootschalig groene recreatie staat dat dat niet kan. Het gaat om het stemmen. Alleen over het stemmen. Dit voorstel wat we vanavond hebben besproken, dat zouden we 22 juni stemmen. Het eerste is geregeld. Het gaat over iets heel anders. En het is opgelost. Zullen we het gewoon gaan? Het is niet voorgesteld. Ik dacht eigenlijk tijd te besteden. Ik had u gewoon het woord moeten geven. Ik ga naar de heer Achterberg. Ja, ik was wel afgehaakt bij het woord borrel, maar... Voorzitter, het gaat over het raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Haarlemmerliedenweg 9. Vanavond was er een hoorzitting ingepland. Die is niet doorgegaan bij het gebrek aan insprekers. Ik wilde vanmorgen in het presidium het voorstel doen met direct op de stemmingenlijst gedaan. Maar daar hebben we het verder niet besproken. Dus ik wil hier nu het voorstel doen om dit raadsvoorstel op 22 juni direct op de stemmingenlijst te plaatsen. De vraag is of u het daarmee eens bent. Ik breng het meteen in stemming. Is daar iemand die tegen wil stemmen tegen het voorstel van de heer Achterberg? Nee, dan heeft u zojuist een amendement gemaakt op de agenda van de 22e. En ga ik u als zodanig vragen of u dan kunt instemmen met het geamendeerde agenda van 22 juni. Niemand daartegen. En 29 juni gaat u ook akkoord met de... Dan zijn die bij deze vastgesteld. Dan beëindigt deze vergadering en wens ik u een fijne voortzetting. Maar niet voordat ik uw vraag of uw opmerking aan heb gehoord. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het gaat niet zozeer om het raadsplein. Echter hebben we donderdag 15 juni, voordat we de bijzondere raadsvergadering hebben, een raadswerkgroep bereikbaarheid Bollestreek. En we hebben zojuist met de werkgroep eventjes met de voorzitter van de werkgroep gesproken, dat deze verzet gaat worden, ook ter info voor de andere raadsleden. Prima, dank u wel. Ik wens u een fijne voortzetting van de avond en ik sluit de vergadering.